Uh, nou, heel veel. We zijn inmiddels uh, een paar dagen onderweg. Dus we speelden vorige week de eerste voorstelling uh, in het seizoen met een uitvoerthuis voor kabartier uh, uh, Peter Pannenkoek. Uh, nou, vanaf nu gaan we vol gas uh, door tot uh, eind juni. Het leukste is natuurlijk om die puzzel te leggen dat er van alles wat in zit. Maar vooral dat er veel voorstelling in zit waarvan we inmiddels weten dat dat hier in de stoep is bij Kenisse, Of hier op het eiland. Of, dat hier vooral goed werkt. Dus dat we, en er zijn ook in theaterland geen zekerheden. Uh, maar ik denk dat we inmiddels redelijk goed weten wat hier goed gaat, wat misschien interessant is uh, en wat hier uh, artiesten die hier graag willen komen. Nou, daar maken we dan een, een goede mix van. En uh, dat leidt dan tot ongeveer 250 voorstellingen die er komend seizoen hier staan. Ja, dat is heel fijn. Ja, nee, ik kan natuurlijk alles bedenken met de mensen hier en alles programmeren wat we maar willen. Uh, maar het is ook wel leuk als mensen zijn die een kaartje kopen. En dat uh, lijkt heel erg goed te gaan. Dat zagen we eigenlijk een beetje de trend al wel vorig seizoen. Toen was het iets meer last min het aankoopgedrag, eigenlijk gedurende het seizoen, dus kort op de voorstellingen. En nu zien we eigenlijk sinds mei al, toen we dit programma, wat we nu net gestart zijn, gelanceerd hebben, dat we eigenlijk zien dat daar veel in de voorverkoop gekocht wordt. Dus we zijn officieel net begonnen en de teller staat inderdaad op ruim 50.000 tickets voor dit seizoen. En dat is heel fijn om te zien. Natuurlijk, we ook wel voor, ik ben echt van de muziek en van het cabaret. Nou, daar hebben we genoeg, genoeg van in huis. De grote cabaretiers staan hier het zoon. Jochemij, Bert Vissen, Jeep. Om een apart te noemen. René van Meurs volgende week. Helemaal van Veen. Dus nou, zo, zo, dat zijn er heel veel. Um, en daarnaast doen we eigenlijk voor dat is wel het eerste seizoen dus een beetje de primeur. We deden al wat grote musicals hier in huis de afgelopen seizoenen, vaak in tweetjes of drietjes. Twee of drie dagen. En dit seizoen hebben we dus voor het eerst echt een weekbespeling. Die aanstaande dinsdag hier te zien. Vanaf de 19e tot de 24e september staat hier de musical Mamma Mia. Enorm groot, dus ik hoop dat het allemaal inpast. Ik was toevallig zondag bij de première vorige week. Het is echt groot, grootster, uh, grootst zeg maar. Veel mannetje of veertig op, op de vloer en groot decor en uh, dat staat hier heel de week. En dat is uh, nou, zo, heel erg goed verkocht inmiddels. zijn er wel wat kaarten, maar het is, uh, ziet er goed uit. En dat vind ik wel uh, een van de hoogtepunten dit seizoen. Ja. Het is jammer dat het zo vroeg in het seizoen zit al. Nou, eigenlijk altijd gewoon onze website gebruiken. Dus dat is www.taterstoep.nl. En via de socials van alle artiesten die je staan, zie je natuurlijk ook wel eens wat linkjes. Maar uh, het handigste is altijd gewoon wat bij ons uh, zelf te doen. Uh, dan word je ook niet uh, genept, Wat toch helaas nog wel eens gebeurt in uh, het land van ticketing en uh, evenementen. Dus uh, altijd via de website van Theater doen.